Vanmorgen vroeg zijn in Spijkenisse al de voorbereidingswerkzaamheden van en voor de hijskranen begonnen om ervoor te zorgen dat de metro van zijn plek gehaald kan worden. Er zijn de hele nacht ook landmetingen gedaan om te kijken of het metrostel niet bewogen heeft. En daaruit is gebleken dat die niet is bewogen op de staart van de walvis. Het metrostel is vastgezet om te voorkomen dat het naar beneden zou vallen. En de inspectie Leefomgeving en Transport en de politie hebben onderzoek gedaan naar de mogelijke toedracht. Daarna zijn er spullen naar boven getakeld en is de metro vastgezet aan kettingen. En aan het begin van de middag is de metro iets gelift, zodat het splitsen van de metro kon beginnen. Daarbij vielen er brokstukken van de metro in het water. En om ervoor te zorgen dat het achterste gedeelte stabiel staat, zijn er verstevigingen geplaatst. Ook de brandweer was aanwezig om in het geval van problemen tijdens het slijpen, waar veel warmte bij vrijkomt, direct in te kunnen grijpen.